Ik ben Ines de Koning, 41 jaar, afkomstig en wonende in Opwijk, waar ik samenwoon met mijn man Rudy de Sterk en onze twee kinderen. Mijn achtergrond is architect stedenbouwkundige en na enkele jaren actief geweest te zijn als architect en stedenbouwkundige, heb ik de stap gezet naar de politiek. En sinds 2014 ben ik parlementslid, eerst in de Kamer. En deze verkiezingen heb ik heel bewust mijn kandidaat gesteld voor het Vlaams parlement, omdat eigenlijk hier de bevoegdheden liggen die aanleunen bij mijn interesses en bij mijn achtergrond. En ik kijk er enorm naar uit om hier aan de slag te gaan binnen die bevoegdheden. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Wel, ik wou niet langer langs de zijlijn blijven staan. En ja, dan moet je natuurlijk politiek beginnen doen, hè, want daar op het politieke niveau worden nu eenmaal de beslissingen genomen die een impact hebben op ons leven. En vandaar heb ik mij sinds 2010 eigenlijk politiek beginnen engageren. En sindsdien heb ik aan elke verkiezing deelgenomen en nu de verkiezing voor het Vlaams parlement. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Wel, ik heb de avond van de verkiezingen doorgebracht in mijn thuisbasis in Opwijk, waar we samen met onze hele ploeg de resultaten gevolgd hebben in een café, in een zaaltje aan een café. En dat was een heel gezellige avond, want ja, het zijn toch die mensen die eigenlijk heel hard aan de campagne van mezelf en van Jan Koek, onze andere kandidaat uit Opwijk voor N-VA, hebben gewerkt. En vandaar dat ik eigenlijk in mijn thuisbasis ben gebleven. Bent u tevreden met het resultaat? Ik ben zeker tevreden. Ik heb van op de vijfde plaats op de lijst 13.229 voorkeurstemmen behaald. En ik sta daarmee voor Vlaams-Brabant in de top 10 van de meeste aantallen stemmen. En de andere kandidaten die in die top 10 staan, die stonden meestal op hogere plaatsen op die lijsten. Dus ik denk toch dat dat een mooi resultaat is. Ik ben zeer tevreden en dankbaar voor het vertrouwen van al die kiezers. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Wel, ik kom vanuit de Kamer waar ik me heb toegelegd op het spoordossier. Ook nog op andere dossiers, maar het spoordossier was eigenlijk toch mijn hoofddossier. En in het Vlaams parlement wil ik mij graag toeleggen op ruimtelijke ordening, wonen, leefmilieu, Vlaamse rand. Omdat dat eigenlijk aansluit bij mijn interesses en bij mijn achtergrond. Ik heb ruimtelijke ordening gestudeerd na mijn studies van architectuur. Dus. En ik denk dat er toch heel veel uitdagingen zijn in die materies. En daar wil ik graag aan werken, ja. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Ja, ik ben eigenlijk sinds 2013 voltijds politica. Ik ben ook schepen in mijn gemeente Opwijk en ik ga het dus combineren. Ik word ook binnen anderhalf jaar burgemeester, maar die wisselwerking van een lokaal mandaat met een mandaat als Vlaams volksvertegenwoordiger lijkt mij uitermate interessant. Omdat je hebt de wisselwerking tussen beide niveaus, je hebt de ervaring vanuit het lokale niveau en vice versa. Dus ik ben eigenlijk 24 uur op 24 politica, maar wel twee mandaten actief. Sommigen zeggen, kan dat allemaal wel? Dat kan, dat is niet evident. Maar wij hebben heel goede medewerkers, zowel hier in het parlement, maar ook in de gemeente, die heel veel voorbereidend werk doen. Anders zou dat praktisch niet realistisch zijn. Dus vandaar. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven? Ja, welk sociaal leven nog? Ja. Goh, als je actief politiek doet, zeker op lokaal niveau, ook op nationaal niveau, dan heb je natuurlijk heel veel verplichtingen. En je sociaal leven is om duur opgebouwd rond de politiek en alles wat daar rond hoort. En ik heb het geluk dat ik een heel begripzame en steunende man heb die mij echt, die achter de schermen heel veel opvangt in ons gezin.
En ik heb ook het geluk dat ik mama ben van twee kinderen die heel zelfstandig hun plan kunnen trekken met hun schoolwerk. Want anders zou je natuurlijk andere keuzes moeten maken in het leven. Maar vandaar. Dus politiek beheerst ook eigenlijk een beetje ons familiaal leven. De kinderen weten dat, mijn man weet dat ook, dat er veel verplichtingen zijn en dat ik niet altijd overal kan aanwezig zijn thuis. Ja. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Wel, kort gezegd, dat mijn woorden en daden hetzelfde zijn. Dus ik vind dat belangrijk als politicus, als je iets zegt of als je een standpunt formuleert, dat je je daaraan houdt, dat dat onderbouwd is, dat je dat ook uitlegt in woorden en dat je dat probeert te realiseren via wetgevend werk. Want daarvoor zijn we toch allemaal verkozen eigenlijk om hier resultaten te boeken. En ik hoop natuurlijk dat ze mij daarop afrekenen dat ik hetgeen dat ik beloofd heb of dat ik gezegd heb of waar dat ik voor sta, dat ik mij daar ook gedurende die 5 jaar aan gehouden heb. En verder hoop ik ook dat ik gewoon Ines blijf, ook voor de mensen. Dus los van mijn politiek werk, waar ik voluit voor ga, dat ik gewoon Ines. Ik word dikwijls aangesproken aan mevrouw De Schepen, mevrouw de volksvertegenwoordiger. En ik zeg dan dikwijls, zeg maar Ines. Ja, dus.